Yo, dames en heren, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op YouTube. Waarschijnlijk ook op BitChute en hoogstwaarschijnlijk op Odyssey. Ik moet echt even kijken waar ik deze video op upload. Maar daar waar ik hem upload, bedank ik je wel voor het, hoe zeg ik dat? Het aanklikken van deze video. Top. Geef mij nu al een duimpje omhoog. Waarom? Denk je dat de video is nog niet eens geëindigd? Dat weet ik. Maar je vindt me gewoon een hele toffe gast. Mijn video's vind je hartstikke leuk. Je vindt me gewoon aardig. Dat is het eigenlijk. Daarom geef je mij een duimpje omhoog. Dankjewel. En vandaag gaan we het hebben over. Tuberculosis. Tuberculose. Daarover gaat het hebben. En ik ga heel dit artikel. Ga ik het zeg maar. Nou, niet heel dit artikel. Want dus, zoals je leest, is het echt taft lang. Dus ik hoop dat ik in een kwartier tijd kan redden. In mijn Samsung Galaxy Watch 4 even instellen. Nog geen reclame. Tien minuten, een kwartier. Oké, we kunnen beginnen. Een totaal van 1,5 miljoen mensen zijn gestorven van tuberculose in 2020. Inclusief de 214.000 mensen met HIV wereldwijd. Tuberculose of TB is de 13 meest belangrijkste doodsoorzaak en de tweede meest belangrijkste en de second infectious. Tweede belangrijke besmettelijke doder. Zeg het goed? En de tweede belangrijkste besmettelijke moordenaar. Dat was meer. Moordenaar. Na COVID-19. Boven HIV-AIDS. In 2020 een verwachte 10 miljoen mensen werden ziek van tuberculose wereldwijd. 5,6 miljoen mannen, 3,3 miljoen vrouwen en 1,1 miljoen kinderen. Tuberculose is aanwezig in alle landen en alle leeftijdsgroepen. Maar tuberculose is geneesbaar en voorkombaar, is te voorkomen. In 2020 1,1 miljoen kinderen werden ziek van tuberculose wereldwijd. Kinderen en adolescenten wordt vaak over het hoofd gezien door zorgprofessionals, zorgverleners en kan moeilijk worden gediagnosticeerd en behandeld worden. In 2020 de 30 hoogste burden. De 30 verantwoorde landen met een hoge tuberculose last zijn goed voor 86% van de nieuwe tuberculose gevallen. 8 landen zijn verantwoordelijk, of nou ja, verantwoordelijk zijn, hoe zeg ik dat, account voor 2/3 van het totaal, waar India nummer 1 staat. Daarna volgt China, Indonesië, de Filipijnen, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Zuid-Afrika. Multimedicijnresistentie tuberculose, MDR-TB, blijft een publieke gezondheidscrisis en een gezondheid vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Alleen slechts ongeveer 1 op de 3 mensen met resistente tuberculose kreeg in 2020 toegang tot behandeling. Wereldwijd. Tuberculose resistentie falling about 2% per jaar tussen 2015 en 2020 en de cumulatieve reductie was 11%. Dat was halfway. Dat was over de helft van het einde. Tuberculose strategie, mijlpaal of 20% reductie tussen 2015 en 2020. Een verwachte 66 miljoen leven werden gered door tuberculose diagnoses en behandeling tussen 2000 en 2020. Wereldwijd
Bijna 1 op de 2 tuberculose geïnfecteerde huishouden werd geconfronteerd hoger dan 20% of de eigen of der of hun huishouden inkomen of hun inkomen volgens de laatste nationale tuberculose patiënt patient cost survey data. Kosten onderzoeksgegevens. De wereld is er niet in geslaagd om de mijlpaal van 0% tuberculose patiënten in een huishouden confronterend catastrofische kosten volgens van een resultaat van tuberculose ziekte in 2020. Dus de wereld is er niet in geslaagd om 0% tuberculose. De wereld heeft een mijlpaal van 0% niet bereikt. Dus er is nog steeds tuberculose in de wereld. En zometeen ga ik het hebben over tyfus. Want ik zal even vertellen. Tyfus werd gecreëerd door de Rickettsia bacterie. En de Rickettsia bacterie bijt in je huid. Bijt in je huid, dus in je huid. Waardoor je werd besmet met tuberculose. En dan kun je echt goed ziek worden. Ik laat je zometeen wat beelden zien. Tuberculose patiënten in hun huishouden worden geconfronteerd met catastrofale kosten als gevolg van de tuberculose ziekte in 2020. Bij 2022 13 miljard dollar is nodig annually, jaarlijks voor tuberculose preventie, diagnose en behandeling en om te zorgen dat even kijken een care the treatment and care to achieve the global target agreed at the UN high level meeting on TB in 2018. Je moet mijn vertaling even corrigeren als ik het fout heb. Maar volgens mij staat hier om te achieve, om te bereiken de wereldwijde doel overeenstemmend op de Verenigde Naties hoger level hoog niveau ontmoeting op tuberculose in 2018. Corrigeer me als ik het fout heb, maar volgens mij betekent dat het. Dat ze willen dat er jaarlijks in 2022 13 miljard dollar, Amerikaanse dollar, nodig is om tuberculose te kunnen voorkomen, te diagnosticeren, te behandelen en nazorg te geven. Wereldwijd om de doelen te kunnen behalen uit 2018. Funding financieren in low, lage en middel inkomen landen. Dat verantwoordelijk is voor 98% van de gerapporteerde tuberculose gevallen. Falls far short of what is needed. Falls. Even vertalen. Ver achterblijft bij wat nodig is. Spending in 2020 amounted to. Er wordt gespendeerd in 2020. Van 5,3 miljard minder dan gefeliciteerd. Spending in 2020 amounted to US 5,3 miljard dollar minder dan de helft. 41% van de globale doelen. Er is een 8,7% vermindering in de uitgaven tussen 2019 en 2020 van 5,8 miljard tot 5,3 miljard met tuberculose uitgaven in 2020 terug naar de level of 2016. Ending of the tuberculose epidemie bij 2030 is onder de gezondheidsdoelen van de Verenigde Naties. Sustainable Development Goals. Dus in 2030 mag geen tuberculose
patiënt meer worden geregistreerd. Dat is de doelen van de UN Sustainable Development Goals. En daar kan ik het ook over hebben in een andere video. Maar vandaag ga ik het echt hebben over tuberculose. Tuberculose wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculose. Oftewel door de tuberculose bacterie. Dat vaak wordt getroffen bij de longen. Tuberculose is geneesbaar en voorkombaar. Dus je kunt het voorkomen en je kunt het genezen. Dus als je je zorgen maakt over help, ik word ziek. Tuberculose is echt een wereldwijd probleem. Niet meer. Het is niet meer een probleem. Dat was het eerst wel, maar nu niet meer. 5,5 minuut. Tuberculose wordt verspreid van persoon tot persoon door de lucht. Wanneer mensen met longtuberculose hoesten, niezen of spit. Of spugen, dat is meer. Even kijken. Ze stuwen de tuberculose bacteriën. Ze stuwen de bacteriën de lucht in. Een persoon niet to inhale only a few. Een persoon heeft moet inhaleren. Wat is het? Een persoon hoeft slechts een paar van deze ziektekiemen in te ademen om geïnfecteerd te raken. Dus een persoon hoeft alleen maar dit te doen. En huppakee, je bent wel besmet. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, je bent besmet met tuberculose. Je wordt ernstig ziek. Ik kan niet meer worden genezen. Een grapje. I'm kidding. Ongeveer een kwart van de wereldpopulatie heeft een tuberculose infectie meegemaakt. Heb ik dat goed? Nee, niet dat. Nee, niet dat. Heeft een tuberculose. Dus een kwart van de wereldbevolking heeft tuberculose wel eens meegemaakt. Dus 8 miljard gedeelde 250.000, als ik niet vergist. Nee, dat is dan een kwart van een miljoen. 250 miljoen, als ik niet vergis. Corrigeer me als ik fout heb, maar als het goed is dat 250 miljoen. Hallo, wacht eens eventjes. Ik ga het even aan Bixby vragen. What is 1/4 of 8 billion? The answer is 2 million. What is 1/4 of 8 billion? It's 2 billion. 2 miljard. Dus nog een keer. What is 1/4 of 8 billion? It's 2 billion. Heb je dat gehoord? 2 miljard mensen hebben tuberculose gehad. Een kwart van 8 miljard is 2 miljard. Dus 2 miljard mensen, dus jij, ik, of Pietje, of Klaasje, of Hendrik, of Jonas. Heeft wel eens tuberculose meegemaakt? Heeft ons tuberculose meegemaakt? Nog 2 minuten. Which means, wat betekent dat mensen zijn geïnfecteerd bij tuberculose bacterie, maar nog niet. Are not yet. Maar nog. Hè? Snap dit niet. Oh, op die manier.
Dat betekent dat mensen besmet zijn met tuberculose. Dus 2 miljard mensen zijn al besmet met tuberculose. Maar ze zijn nog niet ziek geworden en kunnen deze ook nog niet overdragen, overbrengen. Op die manier. Mensen geïnfecteerd met tuberculosebacteriën hebben een kans tussen 5 en 10% lifetime risk of falling it. Hè? Van mijn raketwetenschap dit. Levenslang risico om ziek te worden met tuberculose. Hè? Oh, op die manier. Mensen die besmet zijn met tuberculosebacteriën hebben een levenslange kans van 5 tot 10% om ziek te worden met tuberculose. Dus als je al, als ik goed begrijp, dus als je al besmet bent met tuberculose, dan heb je een levenslange kans van 5 tot 10% om ziek te worden met tuberculose. Dus 90% kans. Nee, tussen de 90 en 95% kans. Dat is mijn smartwatch. Ik leg dit nog even uit en dan ga ik de video afsluiten. Dus, als je, dames en heren, let even op. Als je besmet bent met tuberculose, heb je een kans tussen de 90 en 95% dat je gewoon weer beter wordt. Dus tuberculose heeft een IFR-rate van infectious fatality rate. Nou ja, 5 tot 10% dus. Als mijn berekeningen kloppen. Those with compromised immune system. Degene met een gecompromitteerd. Degene met een gecompromitteerd immuunsysteem. Met een gecompromitteerd immuunsysteem, zoals mensen met HIV, ondervoeding of diabetes, of mensen die tabak gebruiken, hebben een hoger risico om ziek te worden. Dus als je gecompromitteerd immuunsysteem, dus mensen met HIV, ondervoeding of diabetes, of mensen die roken, hebben een hoger risico om ziek te worden. Dus, dames en heren, vond jij deze eerste deel van tuberculose leuk? Ik maak ook nog een deel 2, maar ik wil weten of jullie het leuk vinden. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk ook op het belletje. Je mist niks meer van mijn video's. En dan zeg ik, dames en heren, tschüss und bis zum nächsten Mal.